Dit is Roblox, een heel erg bekend kinderspel. En wat ik me heel erg lang heb afgevraagd is, kan je als 25-jarige man je nog vermaken op Roblox? Ik ging het helaas proberen. Oké, pick your pet. Dit is dus Pet Simulator met, ik herhaal het even, met 80.000 active players. Wat gaan we nemen? Een vierkante hond, vierkante kat of een vierkant konijn? Ik ben een hondenmens. Als je een kattenmens hebt, dan doei. Hoe spelen zoveel mensen dit? Ik heb nu al geen idee wat ik moet doen. Oh, je moet coins oppakken? Wat moet ik doen? Oh, ik moet dit... Oh, pak dit. Holy shit, is dit het? Moet ik nu zo lang gaan zitten wachten totdat die coins aan het farmen is? Wat moet ik doen? Holy shit. Je moet gewoon elke keer weer een nieuwe geldstapel pakken. Is dit wat je moet doen? Holy shit. Met je muntjes moet je dan weer een nieuw eitje kan je pakken. En daar zit dan weer wat in. Of je gaat met 10.000 naar de volgende stage. Ik denk oprecht dat eitjes wel een beter idee is. We gaan een ei kopen. Oh wacht. 30% kans. Wow. Je hebt 0,23% kans op die. Ik wil de kip. Oké, we gaan nog iets meer coins verzamelen. We gaan voor de 1000. Wow, er liggen daar vet veel munten. We hebben 1000 coins. Nieuw ei. Daar gaan we. We gaan voor de kip. Een varken. Klein beetje teleurgesteld, maar we kunnen ermee door. Nu hebben we er 2 die we aan het werk kunnen zetten. Dat varken gaat snel. Yo, ik moet die hond ontslaan. Dat varken is OP. We hebben vet veel coins. We gaan dadelijk echt een ziek groot ei. We kunnen een groot ei kopen. Oké, gaan we voor het 9k ei? Dat is de vraag. Maar waarom zouden we voor deze gaan? Het enige wat ik zie is dat er een soort van goud raar hoofd bij zit. Dat is niet per se eentje die ik hoef. Maar er zit wel een kuiken bij en een kip. Oké, we gaan voor het 9k ei. Nieuwe challenge, 9k pakken voor het ei. Oh, ik heb een cadeau. Munten! Wow! Wow! Holy shit! Ik heb 150k, gast! Oké, gifts zijn OP. Dan ga ik zorgen dat ik... Opa, gewoon 2 gouden eieren ga kopen, hè? Open egg. Kom op, rare. Ik wil een rare. Nog een big. Oké, nog één. Nog een big. Hoezo krijg je alleen maar biggen? Oké, wacht. Ik ga er nog één kopen. En dan ga ik die hond gaat retiren, oké? Let's go. Nog een big. Ik heb nu een gouden biggen army. Oké, we gaan de volgende area unlocken. Want we kunnen al gewoon door. We gaan hem kopen, de volgende area. Easy. We gaan die area daarna ook kopen. Kijk hoe snel we dit uitspelen. 10k ligt hier. Ik snap wel dat kinderen hier een beetje verslaafd aan zijn. Of kunnen zijn. Wat is dit? Fuse pets. Oh, je kan... Wacht, je kan ze fuseren met elkaar. Zal ik deze met elkaar laten fuseren? Wat gebeurt er? Ik heb een blauwe vis gekregen. Wat houdt dit nou in? Doet hij meer damage op die shit? Dat betekent dat we weer nieuwe kunnen kopen. Ja. Wat is dit? Upgrades. Upgrade wat? Player speed. Dat vind ik value. Nou, ik voel me niet echt sneller of zo. Ik weet niet of dit heel valuable was. Oké, ik heb nu wel geconcludeerd dat het best wel satisfying kan zijn om dit zeg maar allemaal... Gewoon überhaupt een spel dat je dingen zoals dit allemaal vrij moet spelen. Ik begrijp het. Oké, laten we nog één heel duur ei openmaken, oké? Daar gaan we. We hebben een heel duur ei gekocht, jongens. Wat hebben we gekregen? Een turtle. Ik ben teleurgesteld. Oké. Bed Wars? We gaan Roblox Bed Wars spelen. Het ziet er ook echt uit als de Minecraft lobby. Bed Wars Classic. Populair. Ik heb een zwaar... Dit ziet eruit als iets heel anders. Oh, we zijn er. Hoe bouw ik? Oh, je kan ook first person. Je kan first person. Blokken. Bouwen, man. Iemand is daar al aan het bouwen. Speedbuild. Ik wil eigenlijk ook mensen kunnen snipen. Ik ga naar die noob toe lopen. Oh, hij heeft daar iemand gekild. Kijk, mijn speedbuilden. Hij staat me al op te wachten. Ik pak de high ground. Ah, pak hem. Het is een big fight. The big fight. Ik ben dood. Ik ben gekild door een... gekild door een kind van 6. Hoe kan dit? Ik ga denk ik gewoon mensen snipen. Ik ben een sniper koning hoor. Wow, hij bouwt echt als een professional. Hij killt mij gewoon. Wat kan ik hier kopen dan? Een beter zwaard. Dit is de play. Hup, 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 hup. Ik heb een betere ping dan jou. Alleen de... Ik heb hem. Ik heb nu 7 van die emeralds. Hij balen. Kijk, kunnen we dit kopen? Maar wat hebben we dan aan deze emeralds? Weet je wat? We kopen wel wat pijlen en wat blokken. Ah, dat koop je dus met die dingen. Oké, okay, I got it. Dus ik kan nu... Oké, dat is dus niet wat ik wilde doen. Ik wilde dit doen. Dit werkt heel erg ongemakkelijk. Kijk, deze guy staat te campen. Holy moly. Wacht, hij is hier helemaal niet. Zijn bed staat er wel nog. Nou, nu niet meer. Staat dit bed er... Dit bed staat er ook nog. Waar is iedereen? Volgens mij, mijn bed staat er gewoon nog. Ik ga gewoon naar het midden. Ik ga gewoon iemand killen. Daar staan nog mensen. Daar staat hij. Hij is full iron! Hij is full iron! Hij hackt! Hij hackt! Iron sword. Ik heb veel meer iron nodig. Deze zijn aan het teamen, deze guys. Kijk dit dan. Er zijn hele kickflips naar elkaar. Hier, hij is low. Hij is low. Hij is dood.
dood. Hoppa, 360's. Ben ik nou gekild? Ik ben gekild door een kind! Ik heb weer niks. Ik word gekild door een kind! Hij heeft mijn bed, ik ben dood! Ik heb verloren van kinderen van 6! Hoe kan dat nou? Holy shit, murder mystery, 60.000 active players. Volgens mij is dit echt mega saai. Oh ja, dit is... Oké, ik ben innocent. Dus ik moet nu letterlijk gewoon of wachten totdat ik word neergestoken door iemand. Ja, dat is gewoon letterlijk waarom ik nu speel. Ik ga sowieso neer... Ik blijf gewoon bij heel veel mensen. Dan word ik sowieso... Het is sowieso Ronaldo... Dat is Ronaldo King Messi. Hij gaat me neerknuppelen. Pinguin, help! Ik blijf bij de pinguin. Ik vertrouw de pinguin. Die Ronaldo King Messi is niet te vertrouwen. Kijk, ik probeer ook met een boogje om me heen te lopen. Maar de pinguin vertrouwt mij nu niet. Ja, nee, nee, nee! Het is echt Ronaldo King Messi! Hij hackt! Hij hackt ook! Hij heeft een mes vast! Hij heeft mijn pinguin gekild! Ik vertrouwde hem al niet! Het is hem nog echt ook! Help! Niet daarheen gaan! Hij is dood! Oh mijn god! Oh mijn god! Ik zei al, het is Ronaldo King Messi! Nee, niet doen! Ronaldo! Ronaldo King Messi, blijf bij me weg! Help! Help! Nee, ik ben dood! Sorry. Waarom deed niemand iets? We pakken er nog eentje uit. En dan kunnen we denk ik wel concluderen of een 25-jarige zich wel of niet kan vermaken in Roblox, oké? Oké, we gaan Arsenal proberen. Wat is dit? Ik heb een banaan in mijn handen. Ik heb mezelf bijna gekild met een banaan. Wat is dit? Dit concludeert Roblox. Dankjewel.